Ik ben Theo Nijssen, ik ben eerste maand extruder. Ik ben Jordi Eerdekes, ik ben hier B-operator. Ik ben Rudy Eerdekes, ik ben C-operator en dat is mijn zoon. Mijn job is extruderen en opstarten van machine. De dag is meestal, dat begint altijd met een ploegovername. Dus dan zien we altijd wat er gedaan, wat er gebeurd moet worden. Dan controleren we alle productie en starten we op. Dus, ik moet de machine starten, dus alles controleren of alles redelijk goed is. Maatvoering en uitzicht en zo. De dijk is goed werken omdat je heel veel variatie in het werk hebt. Je mag heel veel doen, verschillende dingen. De afwisseling is veel bepalend, want je mocht al. Ja. Als je bevet van de herdruk hebt, dan mocht je allemaal met de herdruk krijgen. Ombouwen, maar het is allemaal stap voor stap leren. Maar het is wel veel afwisseling. Heel veel afwisseling, vind ik ook. In dit team zou nog iemand passen die werk ziet en het met plezier doet. Ook wel. Ja. Die met plezier doet, die gewoon werk ziet, die alles kan doen wat hij. En af en toe staat. Ik ben trots op Weken, ja. Dat, na de verschillende jaren die ik hier al op heb zitten, toch wel, ja. Ja, qua team zitten we altijd wel goed, altijd wel lachen. Veel gelachen. Maar als er gewerkt moet worden, dan is het ook zo. Hè. Dan doen we ook ieder ons werk. De band tussen ons is heel goed. Ja. We zijn eigenlijk meer twee maten als vader en zoon. Ja, daar ben je van spreken. Altijd lachen thuis. Ik kom nog altijd met plezier werken, dus goede sfeer. Ook wel als ik een machine zelf aan de gang krijg, dan ben ik toch ook wel een beetje fier op wat ik gedaan heb. Ik ben trots dat ik op Dijka mag werken. Ik werk er al 27 jaar, dat is ook niet voor niks. En dat moet, vind ik. Je moet fier zijn op wat je doet en je moet het goed willen doen. Ja. Nee, de familie Eerdekes is hier nog niet weg. Ja. En voor hem zal het nog veel langer duren. Zou jij ook graag werken in ons team? Solliciteer dan nu.